De studierichting Journalistiek en Communicatie van de Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs, AHKCO, gaat een interessant collegejaar tegemoet. Dit zegt Jane Kolff-Berggraaf, cursusleider van de opleiding. Kolff-Berggraaf benadrukt dat de opleiding bedoeld is om professionals in het journalistiek en communicatieveld af te leveren na de opleiding van 4 jaar. Er is nog voldoende belangstelling voor het journalistieke beroep, zegt de cursusleider. Dus dit jaar, na 2 jaar gepilot te hebben, hebben we dus gezegd dat we dit jaar inderdaad overgaan tot de richting journalistiek en communicatie. Omdat we de afgelopen jaren hebben geconstateerd dat er heel veel belangstelling is voor dus de journalistiek en communicatie. Dus na het curriculum bekeken te hebben, hebben we inderdaad gezien dat er raakvlakken zijn. Bij journalistiek moet je het belang van die samenleving dienen en bij communicatie is het belang van de organisatie. En beide mensen moeten mediakennis hebben. Dus in principe is het een heel mooie combinatie geweest wat geresulteerd is in een aanmelding van 28 mensen dit jaar. Waaronder 14 mannen. Dus wat uniek is voor onze studierichting dat we 14 mannen hebben. Kolff-Berggraaf blikt heel tevreden terug op het afgelopen jaar. Ze geeft aan dat de opleiding in het proces van accreditatie zit en dat heeft de docenten gemotiveerd om heel hard te werken. En van ons wordt heel veel verwacht. En als trekker, als cursusleider is het belangrijk dat je on top of alles bent. En ook moet sturen, want als je niet stuurt, dan begrijp je dat de anderen ook niet mee kunnen. Enerverend jaar, maar ik kan u zeggen, we zijn zo tevreden over wat we gedaan hebben. Er is ook een voorbereidingscommissie die ook dus de kwaliteitszorg voorbereid heeft, waar wij ook als cursusleiders in zitten. En dat heeft gemaakt dat dus het kunnen delen met elkaar, het kunnen samen optrekken met elkaar heeft gemaakt dat we kunnen terugblikken op een fantastisch jaar. Goed in elkaar gezet, hard gewerkt, maar niet ontevreden over het resultaat. Afgelopen jaar heb ik 11 gehad, zeer tevreden. Eentje erbij, was het vorig jaar dat we 8 hadden, hebben we dus 3 erbij. En dit jaar heb ik al 1, maar als we kijken naar de lijst, moeten we verwachten dat we dit collegejaar zeker 15 afwikkelen, inclusief de studielimiters. Jane Kolff-Berggraaf, cursusleider van de opleiding Journalistiek en Communicatie van AHKCO. Ze sprak vanmorgen over het nieuwe collegejaar. 28 nieuwe studenten hebben zich aangemeld, waarvan 14 heren en 14 dames.